Hey, daar zijn we weer. Nou, nog even kort over het stukje, over je schrijfvaardigheid natuurlijk. We hebben al best wel veel met allerlei artikelen en met e-mails en dergelijke geoefend. Toch nog even de check om zeker te weten dat jullie alles weten. Het schrijven van een formele e-mail is onderdeel van in ieder geval jouw eindexamen voor 2F. Nou, waar moet je dus rekening mee houden? We weten nu natuurlijk nog helemaal niet wat het onderwerp gaat zijn. Wat de reden is of naar wie je wat moet sturen. Maar er zijn een aantal dingen die we wel weten. Nou, wat weten we bijvoorbeeld? We weten bijvoorbeeld bij een formele brief dat je dus u en uw in de tekst moet gebruiken. En dit is niet je en jij en dat. Dat is absoluut niet. Gewoon echt formeel. Dus je schrijft naar of een bedrijf of naar een instantie of iemand die je niet kent. En dat kan maar zo zijn dat je gewoon een algemene e-mail moet sturen. Maar het kan ook bijvoorbeeld een klacht zijn die je moet sturen. Het kunnen verschillende redenen zijn waarom dat je schrijft. Wat is dus het meest belangrijke bij het schrijven van een formele e-mail? Want daar moet je wel rekening mee houden. Lees de opdracht heel erg goed. Kijk heel goed wat er staat en wat er gevraagd wordt. Wat je daarin moet vermelden. Nou, het kan dus bijvoorbeeld zijn dat je een e-mail moet gaan schrijven naar de afdeling klantenservice van KPN of van T-Mobile of naar SOS Kinderdorpen. I don't know. Dat krijg je allemaal te horen. Maar stel nou dat het e-mail er niet in aangegeven staat. Ga die dan zelf heel goed bedenken. Ga die zelf wel invullen. Laat het vakje niet open. Dus zorg er wel voor dat alles netjes is ingevuld. Zodat je normale e-mail ook zou kunnen versturen. Maar als je de informatie niet hebt, dan mag je hem zelf creëren. Dus denk daar heel goed over na. Wat ik net al zei, je spreekt dus inderdaad de schrijver. Als schrijver spreek je de persoon, het bedrijf of instantie echt aan met u of uw. Daarnaast begin je dus netjes je aanhef met geachte heer of mevrouw. Als je de naam weet, schrijf je de naam op. Weet je de naam niet, dan geef je aan geachte heer of mevrouw. Nou, de tekst bestaat minimaal uit 3 alinea's. En hoe is die tekst nou uiteindelijk opgebouwd? Nou, je hebt dus netjes je aanhef van geachte heer of mevrouw of geachte mevrouw Bakker. Nou, I don't know. Beetje afhankelijk van de tekst dus en de opdracht die je hebt gekregen. De 3 alinea's waar ik het over heb bestaan voornamelijk uit de inleiding, het middenstuk en het slot. Nou, wat maakt nou het grote verschil tussen de een of de andere alinea? Bij de eerste alinea ga je aangeven wat de reden is waarom dat je schrijft. Dus je gaat daar nog niet, stel hè, dat het om een klacht gaat, niet je hele probleem neerleggen of het hele verhaal alvast neerleggen. Je geeft gewoon een korte introductie aan. Wat is de reden dat je schrijft? Nou, dat hoeft dus ook niet een hele grote alinea te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat is meestal wel de kern waar dat het over gaat. Dan ga je naar het middenstuk en daar ga je dus helemaal uitweiden waarom dat je dus schrijft. Nou, er kunnen dus allerlei dingen zijn die je dus in de opdracht hebt aangereikt gekregen. Die ga je daarin verwerken. En bij de derde alinea ga je dus een formele nette afsluiting tegemoet. Nou, dan heb je dus je slot. Nou, zoals we net al aangaven, het is formeel, het is zakelijk. Dus ga niet afsluiten met groetjes of ciao of toedels, I don't know. Nou, dat dus allemaal niet. Sluit echt af met vriendelijke groet en schrijf daarin je naam daaronder nogmaals met je voor- en je achternaam. Dus dat die wel helemaal volledig sluitend is. Hoe ziet zo'n voorbeeld er dan uit? Neem ik je even kort in mee. Nou, als het goed is hebben jullie dit voorbeeld ook al wel een keer eerder gezien. Maar je ziet dus inderdaad bovenaan aan, dat is dus de plek waar dat je het e-mailadres moet gaan aangeven. Het onderwerp, dus het onderwerp waarom dat je schrijft. Dan zie je vervolgens geachte mevrouw Jonker. Let erop dat de achternaam altijd met een hoofdletter is en daarna volgt een komma. Dan zie je volgens de eerste alinea, afgelopen week heb ik bij de supermarkt... ik schrijf deze brief omdat ik niet tevreden ben over de kwaliteit van het product. Dus daar zie je al heel duidelijk in terugkomen dat ze aangeven wat de reden is waarom dat er dus nu geschreven wordt. Nou, dan ga je door naar de tweede alinea, dus het middenstuk. Dan zie je dus aangeven, toen ik het pak opende, rook ik gelijk dat het niet meer goed was. Nou, et cetera, et cetera. Dus als je de tekst verder leest, zie je dus ook wat in dit geval Peter er verder over uit wil wijden. Waarom dat hij dus niet tevreden is.
Nou, als je dan vervolgens naar de derde alinea gaat, zie je dus, ik verzoek een teruggave van mijn betaalde bedrag over de melk en ik vraag u een passende reactie op mijn klacht. Ik hoor spoedig van u. Daarbij zie je dus dat hij in de derde alinea, dat hij het netjes probeert af te ronden, dat hij dus een bepaalde verwachting neerlegt of een bepaalde vraag neerlegt, wat hij dus uiteindelijk van zijn middenstuk verwacht. Dus in dit geval wil hij dus een teruggave van het betaalde bedrag en wil hij dus een passende reactie hebben. Dus bedenk ook zo meteen voor je eigen examen heel goed, wat verwacht je dus van degene naar wie dat je schrijft als reactie terug of als handeling terug. En die kan je dus in je derde alinea wegschrijven. Nou, hierin sluit hij dus inderdaad ook netjes af met vriendelijke groet, Peter Kroon. Dus naam met vriendelijke groet, komma, spatie er wederom weer tussen en je naam en achternaam. Dan het schrijven van een artikel. Nou, dat is eigenlijk een soort van tekst die je bijvoorbeeld terug kan vinden in of een tijdschrift of een krant. Of vroeger hadden we ooit nog een keer de schoolkrant. Dus nou, daar kan je het bijvoorbeeld mee vergelijken. Het bestaat uit een aantal onderdelen. Nou, één is sowieso de titel. Dus dat geeft wat we net al aan hadden gegeven bij het leesgedeelte. Geef kort aan waar dat de tekst over gaat. Het zorgt er eigenlijk voor dat je de lezers nieuwsgierig maakt en dat ze getriggerd worden om dus door te willen lezen. Nou, dan ga je naar een stukje inleiding. Daarin beschrijf je dus wat de aanleiding was tot het schrijven van dat artikel. En in de inleiding kan je dus ook een voorbeeld geven. Dat kan bijvoorbeeld als doel zijn dat je de lezers nog meer wil prikkelen om ze nog meer door te willen laten lezen over dat onderwerp. Dan ga je vervolgens, niet verbazingwekkend, door naar het middenstuk. Want dat volgt meestal na de inleiding. En daarin staat eigenlijk alles wat je over het onderwerp wil vertellen. Nou, dan heb je ook hierin weer een slot, dus een afronding. Dus in het slot geef je een hele duidelijke conclusie of vat je eigenlijk in principe alles samen. Nou, een mooi voorbeeld ervan, die laat ik jullie zo meteen zien. Maar als het goed is, hebben jullie die zelf ook al wel gehad. Dan zie je heel duidelijk hoe dat het is opgebouwd. En je mag hier dus ook met tussenkopjes werken als je dat fijn vindt. Dus let daarop. Het kan soms wel ervoor zorgen dat het voor de schrijver een stuk prettiger leest. En dat het voor jezelf ook makkelijk is om te schrijven, waardoor dat je meer structuur behoudt. Ik laat je hem kort zien. Nou, een voorbeeld van een artikel. Als het goed is hebben jullie het document ook gehad. Dus lees je nog eventjes heel goed door. Daarin staat bijvoorbeeld aangegeven het artikel van overwicht bij jongeren blijft een levenslang probleem. Ga die in ieder geval nog heel even goed doorlezen. Kijk, wat ik hier net ook al aangaf, je mag hier dus werken met tussenkopjes. Dus dan zie je inderdaad het dik gedrukte onderdeel levensverwachting staan. Dat mag je gebruiken als je dat fijn vindt. Het hoeft natuurlijk niet. Dus dan ben je helemaal vrij in. Nou, ga het nog even heel goed doornemen. En dan wens ik jullie heel veel succes. En ik hoop dat er hele mooie cijfers uit naar voren gaan komen. Doei doei!